Hey mensen! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken en welkom bij deze verwoede discussievlog over merchandise. Waarom moet ik er altijd in? Ik wil dat niet. Ik teken een petitie. Oké, iedereen een reactie eronder zetten dat hij mij er ook niet meer in wil zien. Dan mag je mij niet meer filmen, oké? En als mensen dan zeggen dat ze jou wel in de video willen? Oké, knip dit eruit! Nee, knip het er niet uit. Ja, wat is dit nou? Klaps! Ja. Au! Ik word mishandeld! Au! Hier! Au! Moet ik ingrijpen? Nee! Wat is hier op de grond gebeurd, Pieter? Oh, daar heeft Luca een vloerpizza gelegd en het vervolgens weer opgegeten. Dat was zeer smakelijk. Ja, lekker hè. Ik had het gefilmd. Ik wilde het op Instagram delen. Luca, je pak het maar. Eet maar weer op, ja. Kijk, dat is goed. Dat is netjes van jou. Zelf netjes opruimen. Nee, niet likken nou. Bah. Maar sommige mensen vonden dat onsmakelijk. Ja, dat is het. Ja. En jij moet buiten blijven, jij. En vooral niet aan mijn hand likken. Kleine kotsnoet. Naar buiten. Hop, hop. Maar ik heb ze brokjes gegeven. Oh ja. Dat is goed. Ik zou jou bellen om te dweilen, ja? Weet je wat het ergste van alles is? Ik moet dit ook allemaal editen. Dan zit ik vannacht weer tot veel te laat. We gaan niet te veel filmen nu. We gaan die omvormen eruit. We gaan het omvormen eruit. Oké, laten we iets zinnigs doen. Charlotte, ga mee. Let's go. Yeah, let's go. Oh ja, ik had de reacties gelezen en mensen konden niet de tekst op de steen lezen. Dus hier even in close-up. Zet hem maar op pauze, dan kun je het op je gemakje lezen. En inderdaad, de foto van de tank waar het de steen voor stond, dat is inderdaad deze tank, heel lang geleden. Dit is de steen die erbij hoort. Hij stond bij Fullwood Barracks in Preston, als ik het goed heb. Daar heeft hij gestaan als gate guard en ze heeft sinds 1991 buiten gestaan in Engeland. En Engeland is een eiland, daar zit een heleboel water omheen en niet alleen eromheen. Het regent er ook keiveel en dat is echt de meest ideale combinatie voor zo'n voertuig om heel goed te roesten. Vooral als je eerst een hele grote straalkabine heeft gestaan in de woestijn en nou ja. Dan het resultaat hebben jullie allemaal gezien. Tijd om te schroeven. Jij hebt je werkkleren aan, Pieter. Ja, werk. Wat gaan we doen wat betreft het koepeldraaiproject? Koepeldraaiproject. Ja. Nou, er zit dus een omvormer in. Die maakt van het interne systeem, dus dat is 24 volt, maakt die 36 volt 400 hertz. En dat is om de gyroscopen aan te drijven. En die zijn heel belangrijk, want dan weet zeg maar de koepel ja, waar die is. Zeg maar. Er zitten allemaal gyroscopen in en die meten dan waar zeg maar, de koepel is in het systeem. Dus dat is belangrijk. Maar die omvormer is dus, draait dus niet. Dus die gaan we eruit halen en open schroeven. En kijken waarom het die doet. Dat is ook een goede zaak als die eruit is, want daar ligt hier. Kijk. Dat is nog een nieuw deksel daarvoor. Die moet er ook nog op en gespoten worden en zo. Vis hem eruit. Tijd om te schroeven. Dan trek hem uit elkaar. Ik ga ondertussen hier de werkbak even leegmaken. Ik ga daar nog verf op spuiten. Op dat framepje en op die brandstoftanks. Nog een heel belangrijk ding wat ik vandaag moet doen. En ik denk dat daar een heleboel mensen ook blij mee zullen zijn. Want ik hoor het namelijk al geregeld voorbij komen in de comments. Dan zeggen ze, wanneer ga je nou weer verder met de BNB? Voor de kijkers die pas inschakelen. Daar is de BNB. De motor, die ligt nog steeds in Tilburg bij DSP. Die hadden we namelijk op de testbank staan daar. Die brandstofpomp, daar was het een en ander mis mee. Zodoende hebben we die brandstofpomp dus eraf gehaald. Die ligt nu daar. En dan gaan we morgen mee naar Rennes, de diesel service in Newport. Gaan we hem op de testbank zetten en dan gaan we hem testen. Want ik heb hem inmiddels, denk ik, gerepareerd. Maar voordat we hem daar weer op de motor gaan bouwen, gaan we hem eerst even testen. Dat we toch zeker weten dat we het goede gedaan hebben. En dat gaan we morgen doen. En dan ga ik daarna ook meteen een afspraak maken om weer terug naar Tilburg te gaan. Motor op te bouwen en weer op de testbank te zetten. Ja, dat heeft eventjes geduurd. Want het is natuurlijk, sowieso zijn we druk geweest met allerlei dingen hier, uiteraard. En er waren een paar dingen tussendoor gekomen. En natuurlijk
Het is nu allemaal nog redelijk lekker weer. Maar als het straks winter wordt, dan wordt het hier binnen ongeveer bijna net zo koud als buiten. Dus het is ook best wel prima om juist in de grootste kou misschien weer terug naar DSP te gaan. En dan die motor in orde te maken. Dat is misschien ook, heeft er ook mee te maken. Oké. In de happy space. Woehoehoe. Hey, geen scheetjes laten binnen, hè? Oeh, ik zit daar toch met eentje in, dus dat kan prima. Oh ja, dat is waar. Zal ik de klep dicht doen, dan kun je lekker daar marineren. Lekker chambreren met mezelf. Hey. Zo. Hey, burn. Boah. Ik heb nog niks gelaten. Grapje. Daar is hij. Daar. Ja. Dat is dus ook weer zo'n motorgenerator. Eigenlijk een beetje een soortgelijk gebak als dat. Alleen niet helemaal. Dat is een Ward-Lennard schakeling. Dus die wordt gebruikt toertal te regelen van de elektromotor van het draaien van de koepel. Daar zo. En ja, daar, die, dat is dus ook een motor en generator. Maar ja, goed, die kunnen we dadelijk beter zien als jij hem eruit gefoezeld hebt. Ja. Oké. Okay. Laat ik niet meer in de weg gaan staan met een camera. En dan wens ik jou veel plezier in de happy space. Lekker voezelen. Oh, dat lukt op. Nou, kom, bedankt. Ik was genoeg. Jongen. Is die normaal, jongen, dit? Nina. Oh. Waar is die dan? Hij heeft hem. De meneer. Zo. Het is hem, ja, het gebak. De meneer. Ja. Ja, dat ding zit gewoon keivast. Die moeten we echt even openmaken. En, vermoedelijk koolworsteltjes gangbaar maken. Lagertjes controleren. De rotor een beetje oppoetsen. Collector en zo schoonmaken. En dan zal hij wel draaien. Nou hadden de geleerden, die hadden al gezegd dat daar van die zogenoemde teerbommen in zitten. Teerbommen? Ja, van die condensators die behoorlijk beroerd zijn. Ook naar zijn grootte zijn. Ja, nou ze deed het geloof ik nog wel, maar het zou best kunnen dat we daar ook eens even naar moeten kijken. Weet je wat ook kan? Trouwens, nee. Dat is echt... Dat weet ik niet. Stel nou dat dit ding... dat dit gewoon echt gewoon moes is, dat daar gewoon echt niet meer gaat werken. Hè? Want we willen deze eigenlijk laten... Ja, hij moet het wel doen voor de ervaring natuurlijk. Want deze dingen maken best wel herrie. Dus als je erin zit en dat begint allemaal te draaien, dat is wel... Ja, dat is voor het idee is dat wel goed natuurlijk. Maar we zouden natuurlijk alleen het motordeel gewoon behouden. Die gewoon laten draaien op 24 volt. En ondertussen van die 24 volt en hier een moderne omvormer inbouwen. Kapje erop. Kapje erop. Dan gaat het ding gewoon draaien als je hem aanzet. En dan komt die 36 volt een soort 400 hertz eruit. Een neppe ervaring maken. Nee, dat is een echte ervaring. En hij doet het ook echt. Alleen het motortje draait alleen maar keihard rond. Omdat het interessant klinkt. Precies. Dat kan ook nog, ja. Dat zou wel een optie zijn, natuurlijk. Stel maar ja, goed, als we het origineel kunnen houden, is het ook wel mooi. Als hij het doet, dan doet hij het natuurlijk, hè? Precies. Oké. Okay. Ik maak even een beetje plek vrij. Dan kun je hem aan elkaar gaan trekken, nou. Zo. Klaar, een beetje zo. Zo'n kleine pieterpeuterige schroefjes. Alsof dat je niet uitschiet en in je hand steekt. Ja, die kleine schroefjes, die moet je heel zorgvuldig losmaken altijd. Een beetje wiebelen. Kijk, als je er enigszins beweging in krijgt, dan niet meteen in één keer los willen draaien. Maar dan een beetje wiebelen en WD-40 erop spuiten. En dan heb je de grootste kans. Kleine tik nog. Jawel, daar kijkt hij. Ik ben benieuwd wat we te zien krijgen. Een hoop ellende zijn nog. Oh jee. Draait hij nog? Kun je eraan draaien? Oh, wel iets. Dat is nog niet heel slecht. Nee, het zal nog. Dan gaat hij het wel doen. Maar aan de andere kant zit natuurlijk nog. Koolworstels zien er ook wel goed uit, trouwens. Ja, het valt niet tegen. Ik zie daar de collector. Die ziet er echt
Niet zo lekker. Die kan wat aandacht gebruiken. Ja, die moeten we echt oppoetsen. Kijk dan. Koolborstels, die brengen de stroom over aan de rotor via de collector. En ja, dat moet natuurlijk mooi blinkend zijn, maar dat is hij niet. Ja, en hier zal ook nog wat zitten. Maar daar zullen geen koolborstels zitten misschien. Want dat maakt een het is wisselspanning. Hè, dit is die elektromotor en hier is dan die generator. Ja, dit is gelijkstroom. Die gaat naar wisselspanning. Ja, dus die zal geen koolborstels hebben dan. Yes. Kijken wat dat zal zo'n inductiegenerator zijn of zo. Hoe heet dat? Dan gaan allemaal van die elektromannen zeggen dat dat niet klopt. Maar in ieder geval, die zal geen koolborstels hebben, schat ik zo. Want die is dan een plaatje. Ja, daar zit het lager achter. Nou ja. Ik denk dat je die buitenste losmaakt, maar ik zal even een doorslagje pakken. Nou ja. Dus je kunt er met een hamer niet bij. Nee. Hey, kijk. Deze heb jij nodig. Haha! Woe! Ja, die. Kijk. Dit is hem. Dan kunnen we ze precies op een donder geven waar ze het nodig hebben. De koolborsteltjes dadelijk echt helemaal eruit halen. Dat is wel het beste altijd. Vast een beetje WD-40 daar op de aansluitkabeltjes van de koolborstels. Koolborstels zelf geen WD-40 op doen het liefste. Dan, volgens mij zuigen ze er een beetje op. Ik denk dat het materiaal enigszins poreus is ofzo. Waar is hij? De rotor. Ja, nou mooi. Ja, dat is inderdaad de collector. Die kunnen we mooi oppoetsen met scotchbrite. Ja. Ja, en daar, ja, dat lagertje moeten we er toch nog wel uithalen daar, denk ik. Die draait niet heel lekker wel. Nee. Nee. Ja, het valt niet tegen, man. Nee, dat is niks meer. Ja, en hier zit natuurlijk ook nog een lager. Die moeten we er ook uit. Moet eens in kijken. Dat is best goed. Hey, de koolborstels zijn eentjes, maar blijven hangen. Kijk maar. Je ziet daar achterin zie je de koolborstels zitten. En je ziet die linksboven, die zit naar achteren. Die andere zijn gewoon uitgeveerd. Dus dat is eigenlijk gewoon al heel goed. Als die soepel bewegen, dan hoeven ze niet eens los. Kijk even erbij. Gewoon met de houten steel van de hamer. Kijk maar. Ja, dat is gewoon goed. Doet alleen dadelijk met, dan hoeven we ze dus helemaal niet los te maken hoor dit. Nee. Het is gewoon prima. Maar die kunnen gewoon vrij bewegen, dus daar moeten we niet kapot repareren. Wat we wel moeten doen is dadelijk die veertjes eventjes zo ernaast tillen. En die korrels naar buiten halen als we de rotor terug monteren. Maar dan moeten we eerst de lagers even eruit vallen, denk ik. Deze even eruit halen. Ja, daar hebben we ook weer van die fijne schroefjes. Oh, dat was wel echt genieten. Ja, we hebben natuurlijk aan de andere kant hebben we een score van 2 van de 4. En gelukkig hebben de twee tegenoverliggende, die zijn eruit gekomen. Dus we kunnen hem in ieder geval met 2 schroeven vastzetten. Maar met een beetje geluk kunnen we deze er ook nog wel uit krijgen. Een beetje met een hamer erop tikken en afzicht met een tang pakken. De camera wil echt niet graag scherp stellen. Dat is net een beetje te weinig licht eigenlijk. Ah, mooi, dit hebben we in ieder geval vlot uit elkaar, toch? Ja, hier achterin hebben we dus een kogellagertje zitten. Die zouden we graag vervangen, maar daar zitten ook weer van die pieterpeuterige schroefjes. En we hebben net bij die afdekkap hebben we de 2 van de 4 afgebroken. Gelukkig hebben we de 2 tegenoverliggende kunnen behouden, dus die kunnen we wel weer terug dichtzetten. Maar ja, zo'n lager zou ik toch wel graag met alle 4 de schroefjes terug vastzetten. Dus ja, dat is nogal een risico om los te maken. Ja. Hadden we het volgende bedacht. We hebben net toen daar flink wat WD-40 in gespoten. We kunnen namelijk de kogeltjes gewoon zien. Die zien er nog mooi blinkend uit. Die WD-40 die lost natuurlijk het oude vet op en ook een beetje de roest en zo. Dus dat is heel goed. Ik heb hem net even laten draaien zo met de as zo ertegen. En het draait heel lekker soepel. Nou ja, is natuurlijk WD-40. Deze, dat is niet echt een smeermiddel voor een langere tijd. Dus we gaan nu met perslucht de WD-40 een beetje eruit blazen.
Misschien dat het hele ding eerst was gewoon even een beetje moeten oppoetsen en uitblazen en zo. Ik had dan een oude sok gepakt. Ja, ja. Ik heb gewoon een staalborstel die achterop ook wel doen nog. Die echt die roest en zo. Alleen oppassen daar bij die kabeltjes en die spoelen natuurlijk. En dan kunnen we hem goed uitblazen. Dan blazen we de WD-40 die daarin zit met het vuil en zo eruit. Dan spuiten we daar gewoon vet in langs deze kant in het lager. En dan is die weer goed genoeg, denk ik. Is die weer jaren soepel. Zo, ja zeker. En hier hebben we ook nog zo'n gebakje. Die moeten we ook nog open zien te krijgen. Ik zal eens kijken of ik het dekseltje los krijg ondertussen. Ja. Nou, een stukken vel vliegen om je oren. Zie je dat, Pieter? Deze schroefjes gaan gewoon los alsof het nieuwe zijn. Hé. Hey. Ja. Ja. Dat is het betere werk. Zie je dat? Kijk, ja, dat is goed, want dit lagertje moeten we wel vervangen. Die is minder goed dan. Ja, of proberen te smeren, dat kan ook. Eigenlijk moeten we dat doen, want deze lagertjes zijn wel redelijk makkelijk toegankelijk. En we willen eigenlijk wel zien of die het doet vandaag. Even kijken. Hopsa. Oh, dit ziet er echt heel mooi uit allemaal nog. Ik kom meekijken. Ja, hier. Oh, kijk. Nou, dit lagertje gaan we ook gewoon oppoetsen en schoonmaken. Gewoon uitspoelen. Komt wel goed. Hier. Zelfs het pakkinkje is gewoon nog goed. Goed laten weken in de WD-40. Ja, dat komt goed. Dadelijk een beetje draaien en zo en dan blazen we hem straks uit en dan is dat lagertje weer mooi schoon. Ik vast, ja. Dat is ook niet fijn, dat lager draait ook gewoon in de behuizing af en toe. Toch nog maar een beetje ambachtelijk bonusvet toegevoegd. En erin gedrukt met mijn vinger. Ja, hier. Geweldig. Dekseltje erop. Dit is klaar. We gaan dadelijk nog even de collector oppoetsen. Dan is dit onderdeel klaar voor montage. Ja. Hey. Oho. Zie je dat? Hij blinkt, ik kan hem eigenlijk zien. Hij is klaar, jongen. Je kan er al in dadelijk. In de bak met onderdelen. Mooi terug in de hoestige bak met onderdelen. Ja, joh. Je bent even het schema aan het bekijken, Pieter. Ja, ik ben het schema aan het bekijken, ja. Ah. Ja. Wat is dan wat, hè? Die heeft wel die plus. Maar waar zit hij dan ergens hier? Ja. We waren even aan het kijken hoe dat we het motortje aan kunnen sluiten, zodat hij gaat draaien. Ja, ik dacht steeds dat dit de voeding was voor de motor en dat dit de output zou zijn. Maar ja, goed, daar was ook nergens op gebaseerd. Het enige wat we hebben gevonden is dat we daar een massa hebben. Nog deze? Ja. Ik doe dit even. Demonstratie. Maar die plus hebben we nog niet gevonden. Want we kunnen natuurlijk hier meten vanaf de koolborstels en dan daar naartoe. Maar dat feest gaat toch net niet door eigenlijk. Even puzzel. Hier is overigens ook een los kabeltje. Een massa, ja, dat is een massa. Dat kabeltje, dat zat volgens mij hier bij tussen. Gewoon bij de bevestigingsboutjes van hem. Massa te maken. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk als we dat aan willen sluiten weer. Ondertussen heb ik dit al klaargezet. En het grote vraagstuk. Welke kleur gaan we het maken? Dat was het idee om het allemaal lichtblauw te maken. Net zoals we al meer dingen hebben in onze werkplaats. Bijvoorbeeld de accukar,
werkbank. Lascar, andere werkbank, Nijbranderstel. Maar ja! Welke kleur gaan we dit nou maken? We hadden het er gisteren over met Jacques en die vond een andere kleur. Nou, vooruit. We maken hem een andere kleur, maar hij wordt niet lege groen. Het moet een opvallend ding worden. We gaan voor geel. Gelukkig is het niet de gele verf van de bouwmarkt, dus deze die droogt wel. Dat is prettig. Dat gaan we gaan doen voordat het gaat regenen. Dat valt goed op zo naast die tank. Net tijd binnen. Ik denk volgens mij gaat het regenen. Maar dan ging het ook. Maar nu is het weer droog. Oké, nou goed. Hey, Pieter. Ja? Jij had iets ontdekt. Ik heb lekker lopen meten. En kijk, we wisten al dat deze de massa was. Dat klopt ook, want je ziet ook... Je komt hier zo eruit en gaat hier direct naar de massa. Dat kan ik ook laten zien. Kijk zo. Kijk. Ja, en dat is ook dat pinnetje daar natuurlijk. Deze, ja. En dan hadden we hier de plus. Ja, kijk, die konden wij niet vinden. Die had er minder trek in. Maar ik heb dus het vermoeden dat het dit pinnetje is. Dat het kapot is daar. Ja, dat het hier gaat het ergens fout. Kijk, als je hem hier op de plus zet. Even kijken of ik het kan doen zo. Kijk, hier had ik het eerste contact. Kijk. Hey. Hier zo. Dus dan ga je die kabel volgen. Dat is een relais. Ja. Ga je die kabel... Oh, maar wacht even. Dat relais wordt natuurlijk geschakeld. Je moet dat relais schakelen. Oh, ja. Je kunt niet gewoon hier 24 volt op zetten. Dit is dus de plus. Die gaat naar die start, naar die motor. Maar dan moet je hem bekrachtigen. En pas dan gaat hij schakelen. Dus wat je moet doen, is even kijken welke van die draden daar naartoe gaat. Dan moet je die dus aanzetten. Kijk, want hier, dacht dat dit pinnetje het was, want die gaat hier zo doorheen, door dit ding. Die komt dan hier, hier had hij ook allemaal signaal. Komt hij hier, zo komt hij dan eruit. Dan gaat hij hier naartoe. En dan gaat hij naar deze unit toe. Deze. En hier gaat ook iets niet helemaal goed. Ja, maar ik snap het wel. Ik denk, hij krijgt gewoon hier, heeft hij gewoon constant die 24 volt op staan. Ja. Zie je, nou gaat het wel regenen. En hier krijgt hij een signaal dat hij aan moet gaan en dan springt hij pas aan. Dan schakelt hij dat relais, daar, klik, en dan springt hij aan. Oké. Maar dan kunnen we in ieder geval uitvogelen wat de plus is, want deze plus, dan meet maar eens op deze. Waarschijnlijk als je aan deze, op deze terminal van de... Nee. Oh, vanaf deze, stekker. Ja. Oké, dan gaat hij hier zo pakken. Ja, maar meet maar eens naar die terminal. Dat zal hem ook zijn. Ja, hier had hij hem. Kijk, deze. Ja, zie je. Dat dacht ik al. Dus dit relais is om die motor aan te zetten. Kunnen we door? Je kunt er gewoon hier zo kabeltje in doen. Ja, maar je kunt ook dit relais ook bekrachtigen. Kan ook. Zit dat... maar ik denk niet dat het relais wordt geschakeld tot deze schakeling, hoor. Nee. Het relais wordt gewoon door een van die pinnetjes hier geschakeld. Dat weet ik wel zeker. Ja, dus dan kunnen we hem... Ja, als we alleen de motor willen testen, kunnen we hem daar voeding geven. Of daar, echt bij koolworstels. Dan kunnen we die laten draaien. Kunnen we even kijken of die het doet. Ja. En dan kunnen we naar de rand een stapje verder gaan. Dan kunnen we kijken of we dat relais kunnen laten werken. Dat die het ook doet. Ja. Maar ik denk het wel. Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Het is een beetje, er zit wel vliegroest op, maar het is niet dat hij echt onder water gestaan heeft of zo. Ja, ja. Ja, dus we gaan eens terug in elkaar zetten en voeding erop zetten. Ja, eerst een motortje opbouwen, kijken of die het doet en dan kunnen we verder zoeken. Met dat relais, omdat het er zo eigenlijk gaat. Hé, hey. Boterhammetijd. Boterhammetijd, oeh ja, gaan we vergeten. Hé, hey, lagertjes zijn allemaal ingevet. Nou, halen we even de veertjes van de koolworsteltjes eruit. Een stukje. Kijk, kunnen we dan mooi net uit de houder klikken. Kijk, en dan kunnen de koolworsteltjes naar buiten geschoven worden. Dus op die manier kunnen we de... rotor dadelijk erin schuiven zonder dat hij de koolworsteltjes beschadigt. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk, want die worden de veertjes naar binnen gedrukt. Dus ja, uiteraard als je dan de rotor eruit haalt, dan schieten die dingen naar binnen. En als je dan die rotor terug induwt, dan gaan de koolworsteltjes stuk. Maar op deze manier niet. Dus ik zou zeggen, schuif hem er maar in. Nee. Oh. Kijk eens, dat bedoel ik.
Kijk. Oh, die kobbels. Ja. Had het bijna kapot gemaakt. Zo gaan ze het kapot. Daar moet er gewoon inschuiven zonder moeite. Een heel klein stukje terug. Nee, eerst hem een beetje eruit halen. Die spanning eraf is. Zo, kijk. En nu. Nu die. Vishengel eruit. Ja, zo. En goed controleren dat ze allemaal ver genoeg omhoog staan. Deze is nog niet goed. Deze zit, kijk, het veertje. Dat is net echt even. Zo, helemaal. Zo, kijk, nu. Nou. Papa. Kijk, nou kan die. Vis hem er zo uit. Verder uit. Ik kan de andere ook controleren. Die zijn er ver genoeg uit. Die onderste. Ik denk als je hem nou, doe maar voorzichtig. Maar hij moet zonder kracht moet hij er voorbij die koolbossen gaan. Kijk. Papa. Zie je? Nou is geen centje pijn. Dan kun je dadelijk, als het goed is, met een haakje kunnen die veertjes weer erachter klikken. Ja, ik zou hem eerst gewoon even vastzetten, joh. Dan kan het er niet ondoeld uit gaan. Kijk, papa. Dat is die. Ja, ja, Pieter. Ja, ja, ja. Hij staat weer helemaal in elkaar, hè? Ah, het komt nu wel dichtbij. Oh, heb jij de veertjes allemaal netjes teruggewipt? Ik heb van de veertjes allemaal netjes teruggewipt. Ja, ah, perfect. Dan kunnen we daar eens spanning op gaan zetten. Zien wat er gebeurt. Ja, we hadden net eventjes over hoe we hem gingen aansluiten natuurlijk. Of hoe we hem gaan aansluiten. En daar is het relais, midden in beeld zie je nou een moertje. Daar zitten kabels tussen. We zouden natuurlijk met een schroevendraaier, met daarop een startkabel, daar tegenaan kunnen prikken. Alleen dan doet hij waarschijnlijk en dan is daar ons schroefdraad pinnetje, dingetje, draadeindje een beetje weggefikt. Dus dat is niet zo handig. Dus daarom gaan we daar een kabeltje tussen doen met daaraan een oogje. En dan hoeft niet eens een oogje, kunnen we ook gewoon een stukje ertussen doen. Dat kan eigenlijk ook al wel. Kijk of dat hij los wil hoor. Als hij niet wil, dan moeten we, gaan we iets anders verzinnen. Kijk, oh hij komt al. Oh, hij werkt gewoon mee. Dat is ook voor het eerst vandaag. Ah, er zijn meer schroefjes losgekomen. Ja, dit jij allemaal. Ja. Ik had natuurlijk alle ingewikkelde. Natuurlijk, ik weet wel welke schroefjes ik uitkies. Plotseling hadden we toch geen oogje gebruikt, maar gewoon een stuk installatiekabel waar we een bochtje aangebogen hebben en ertussen gedraaid. Het gaat goed. Kijk, de massakabel zit er al op. De plus zit er al op. En daar plus is nu daar. Ja, jouw de heer, Pieter. Wordt het vonk of gaat hij draaien? Oh, wacht, ik wil het wel zien. Hij draait als een tierenlier. Ja, hè? Hoho. Nou, die is gemaakt. Tenminste. Denk er. Ja, de motor doet het. Maar we weten niet of dat generator het doet. Maar dat kun je wel gaan meten nou. Ja. Dit weten we niet of dit werkt. Maar dat. Dat deel werkt. De motor werkt. Ja. Dan draai je dingen rond. Dus. Ja. Nou, dit is in ieder geval goed. Want ja. In het slechtste geval kunnen we dus hier gewoon een moderne omvormer inbouwen. En dan gewoon de motor voor het geluid laten draaien. Ja. Is een optie natuurlijk. Hij maakt genoeg geluid in ieder geval. De voorkeur is natuurlijk wel om het origineel te laten werken. Dat is altijd het allermooiste natuurlijk. Maar even kijken of we dat daar nog leven uit krijgen. Ja. Oké, en nu? Wat is nou het volgende? Wat bedoel je? Ja, jij bent hier de projectleider. Oh, ik ben de projectleider. Project. Nou, dan pakken we even het stroomschema erbij. En dan gaan we kijken waar de stroom uit hoort te komen. Dan multimeter. En dan... Nou zou je eigenlijk ook alvast moeten kijken waar de stroom erin moet gaan. Want dan waarschijnlijk zit daar dus een schakeldraad bij in deze stekker. Ja. En daarmee kan je dan hem inschakelen ook. Ja. Dus dat zou je dan even moeten uitvormen. Pak gelijk het stroomschema erbij. Mooi. Ik ga nog even één keer verf spuiten. Ik luister. Het is droog, dus dat kan. En dan... kunnen we dan dit verder bekijken. Je vindt het spannend, hè? Ja. Kijk. En daarom dus niet gewoon zo recht op dat boutje gaan vonken. Want je ziet het daar al. Nou, er zitten van die putjes in. Ja, dat is gewoon eventjes standje lasapparaat daar. Kijk, dit is niet zo erg. Maar je snapt, als je dat daar doet, dan wordt het al spannender. En als je dan per ongeluk
bijvoorbeeld je schrikt omdat er vonkjes komen en je doet in één keer in plaats van daar prikken, gewoon pff, daar prikken, dan heb je helemaal vonken en lassen en zo. Dat wil je niet hebben. Dus op deze manier kun je dat heel veilig testen natuurlijk. Dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Maar je hebt een schema. Betekent... Het is een eenvoudig ding eigenlijk. Ja, het valt best mee. Maar, hé, wacht eens eventjes. Oeh. Maar, hé, maar hier, ik zie hier. Waar zitten de stekkers? Ja, er zit een heleboel aan de massa liggen, maar dat, ja, dat is een stekker. 1, 2, 3, dat is die ene ronde. Maar waar is dan de andere? Waar is de uitgang? Is dit het motordeel alleen? Want hier zit... Volgens mij heb je hier alleen het motordeel. Ja. Hoewel, ik zie hier zitten gelijkrechters. Dat zijn allemaal diodes, zie je dat? Ja, hier zo. Ja, dat zijn diodebruggen daar, die dingen. Dan maken ze van wisselspanning, gelijkspanning. Maar, nou, het is wel het hele ding. Kijk maar, want dit is de motor. Ja. Dat rechtse ding is de motor. En hier is de generator. En links is de generator, zie je dat? Want je ziet daar zie je ook geen koolborsteltjes. Je ziet daar die spoelen zitten. En daar dat dingetje daaronder met het NS, dat is de permanent magneet. En dan maakt hij dus, wat je hier ziet, daaronder is een uitgang. Die 1, 2, 3. Dat is een uitgang. Dat is niet de voeding. De voeding is, even kijken. Je hebt daar een massa, zie je? Je hebt daar een... Daar heb je de elektromotor midden in het scherm nu. Dat zijn de koolborsteltjes. Dat rondje met die zwarte blokjes eraan. Dat is de elektromotor. Daar het relais. Het relais krijgt zijn spanning. Daar, dus dan krijgt ze 26 volt daar. Dit is een soort, dat is een spoel toch? Of niet? Bij die aap. Dat is een D trouwens, een DP. Oké. Hey. Pieter. Ja. Zoek het uit. Goed. ik ga verf spuiten. Ik ga het uit. Houdoe. Dadelijk doet je toch? Ja, als goed is wel. Krijgen we uitgang jullie. Weer even een nieuwe testopstelling. We hebben nu de plus verhuisd naar de andere kant van het relais. We hebben net nog even het schema zitten kijken. Toen kwamen we erachter dat... Even kijken, er zit geen massa meer aan. Ik kan aanwijzen zonder vonk te maken. Hier heb je de dikke plus van het relais. Daar heb je de plus... Van de spoel. Eigenlijk deze van de schakelaar, die is van de spoel. En daaruit kunnen we conclusie trekken dat het relais dus op de massa geschakeld wordt. Net deze. We hebben net even het kabeltje gevolgd en die gaat inderdaad naar deze stekker. Toen hebben we daar het bijbehorende contact vastgemaakt naar de massa en deze aan de plus. Toen hadden we gehoopt dat we het relais konden schakelen en op die manier de motor aan konden zetten. Maar dat feest gaat niet door. Toen hebben we net nog eventjes direct hier massa opgezet en hier plus om te kijken of dat de relais zou schakelen. Maar die heeft niet zoveel zin. Dat relais is waarschijnlijk overleden. Ja. Hè? Die gaat het niet doen. Dus nou eventjes de vraag wat de volgende stap moet zijn. Gaan je dat relais eruit halen en repareren of wat gaan we ermee doen? Of moet er een andere relais in? Deze kunnen we wel makkelijk uitbouwen, denk ik. Ik weet niet waar die geschroefd zit. Zie je er wel gewoon los in? Nee, dat niet. Nee, deze moet je opzij schroeven. Dan kan je even wat 240 hier en daar erop sprayen. En dan kijken dat je die eruit kunt freukballen. Ja, van de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen kijken of dat je die wisselspanning eruit krijgt. Als die aan is. Dat je hem aan kan sluiten, dat je het relais even buiten beschouwing laat. En even vaststelt dat er nog meer kapot is. Want het is natuurlijk niet zo als we dat relais hebben gemaakt dat dan het ding werkt. Hè? Dan hebben we nog steeds kans dat dit ook allemaal kapot is. Dat andere euvels zijn. Ja, en het relais kunnen we makkelijk overbruggen. Dat stelt natuurlijk niks voor. We kunnen die motor weer laten draaien zoals we net deden. En volgens mij moet hij dan hier gewoon die wisselspanning leveren. Dus dat zou je kunnen meten natuurlijk. Je kunt die, wat dan geeft dan 36 volt wisselspanning. Ja. Dus dan moet je, als je dan over twee fasen meet, moet je dat gewoon met een multimeter kunnen kunnen meten. Pak het schema erbij. Oké, hey, ik zou zeggen, ga je nog even kabeltjes zoeken? Ja, ik ga nu weer een poging ondernemen om naar daar te gaan spuiten. Maar ik vind probleem zoeken vind ik altijd wel interessant. Het is altijd leuk werk. Het is een soort van puzzeltje. Kijker.
Kijken of je hem eruit, ja, of je daar aan uitkomt. Ja, het ziet er ingewikkelder uit dan het is. Er zitten niet zoveel aansluitingen op, tenminste. Er zitten daar wel veel aansluitingen in die stekker, maar ze zijn niet allemaal benut. We hebben één massa, drie fasen en dan waarschijnlijk nog eentje, denk ik. Weet niet, waarschijnlijk komen er waarschijnlijk nog een massa ergens of zo. Mogelijk. Mogelijk. Er zit veel massa. Oké, okay. Hey, ik ga jou nou ga ik echt ver spuiten. Hey, echt ver. Hallo. Hallo. Ja. Hey, hij doet het. Hij doet het. Nou, de led doet het nog niet, maar hij geeft dus wel, hij vormt het dus wel om. Kijk eens. Kijk eens aan, ze zet hem aan. Hij schrikt elke keer. Ja. En dit is over één fase. Heb je ook over de andere fase gemeten? Ja, en dan doet hij het niet. De drie. Nog een test. Ja. Ja hoor. Jongen, jongen. Hij doet het gewoon. Ja, alleen maar de rest gewoon. Dat doe ik. Ja, dan moet je gewoon even een ander ledje erin knutselen. Of die eruit schroeven en even openmaken. Het is Russisch design waarschijnlijk. Dus het kan uit elkaar. Kijk, maar er zitten schroefjes op. Als je ze loskraakt, kan die vast wel uit elkaar. Maar ja, als dat spoeltje kapot is, dat is eigenlijk... hij kan ook gewoon vastzitten natuurlijk. Ja, dus we gaan eens even. Want we hebben net over de twee aansluitingen van het spoeltje hebben we even gemeten. We meten wel een weerstand erover, dus hij is niet doorgebrand ofzo. Ja, dus we gaan weer lekker schroeven. Hey. Wow! Great success! Ja, dit is niet leuk hè, Pieter? Dit is een kutte ding. Je wordt een beetje boos van. Ja. Ja, het is niet best dit. Want er zijn eigenlijk twee opties. Dat is ofwel de ontwerpers van het ding, die zijn echt ontierlijk lomp geweest. Dat ook. Of ze zijn echt veel slimmer dan wij. Ja. Maar de laatste kan ik me echt niet voorstellen. Het punt is, dit relais is kapot. Ik heb net ook even het bovenkantje eraf gehaald. Hè. Dan zie je de contactjes, hè, hoe die worden doorverbonden. Hij klikt zo plop naar beneden en dan verbindt hij die met die. Gewoon een schakelaar, hè? Een relais, voor degene die dat nog niet door hadden. Elektrisch geschakelde schakelaar. Ja. Oh. Je zet hier stroom op en dan gaat daar onder een elektromagneetje en die trekt dan dit dingetje aan, zo. Klik. En dan verbindt hij deze met elkaar. Alleen dat klik, dat doet hij niet, want dat spoeltje eronder, dat is labbe de poepie of daar is, er zijn nog andere dingen aan de hand. Maar goed, een relais is natuurlijk een universeel ding en het is het enige wat dus kapot is aan dit apparaatje. En hij moet eruit, dan zou je zeggen, nou dat is makkelijk, krapje eraf, schroefjes los, dan haal je even je relais eruit. Alleen die geniale meneertjes die het ding bedacht hebben, die hebben dus bedacht, het schroefje, even een lampje erbij pakken, want heb je kans dat we hem zien? als je daar nou tussendoor kijkt, daar zie je dus een moertje. Je moet tussen het moertje van het oogje doorkijken en het randje van het relais en dan daar zo, daar zit er één, dat is eentje, die moet los en dan daar, wel een midden in beeld, ik zet er een pijl bij in de edit, want niemand snapt het anders, daar zit dus het tweede moertje en die zorgen dat relais op zijn plek blijft zitten, dus die moeten we even losschroeven en dan dat ding eruit halen. Ja, ik weet niet hoe ze dat ooit vastgemaakt hebben, maar even kijken. Dan denk ik dat je deze eruit moet halen. En dan deze eruit moet halen. En dan kan je misschien daar zo bij. Als je deze los moet halen, moet je al beginnen met hier een heel klein lullig plat kopschroefje los te maken. En dan zitten er nog draadjes aan die natuurlijk de boel tegenwerken. En dan hier, ja, dit ding, die zit daar vast. Maar die zal waarschijnlijk ook daar vastzitten. Ja, jongens. Wat zijn dit voor grappen? Ja, dan heb je gewoon echt een hekel aan monteurs als je zoiets bedenkt. Dat is het gewoon. Ja. Hoe bedenk je dat? Het is menshatende techniek is dit. Ja, dit is... je kent hem in de pet niet bij. Hoe gaan we dit oplossen, joh? Hij moet er wel uit. Ja. Want we moeten plek hebben om een nieuw relais daar te zetten. Ja, we kunnen hem ook natuurlijk met draadjes naar buiten hangen en met plakband aan de buitenkant eraan zetten. Zo? Ja. Ja, ik had al een relais opgegraven uit het magazijn, maar... Het deed ook nog iets.
Het is wel een mooi geluid, dat. Maar hij is wel te lomp, die. Hij is wel bot, ja. Ja, nee, je moet wel even eentje een subtielere vinden, maar... Ja, echt waardeloos. Dit is echt... Dat is het enige. Als die... Als dit nou gewoon deed... Dit is, ik, ja, bij dit soort dingen kan ik dan met een pet niet bij. Het is zo'n makkelijke reparatie. Het is echt twee schroefjes los, die moertjes los even. Draadjes even aan de kant. Ding eruit, nieuw ding erin, vastschroeven en gaan. Maar het is gewoon, ja, het ding kan er gewoon niet uit. Je kunt gewoon niet bij die moertjes erbij. Oké, Pieter, wij gaan nog even de ding eruit. Ja, ik zal eens even, kom maar 5 minuten terug en is je eruit. Oké, mooi. Niet op de grond gooien, hè. Oké, dan gaan wij even kijken naar iets fleurigs. Ja, hier word je blij van. Hier word je blij van. Oh, kijk eens wat mooi. Oh. Ja, ja. Oh. Echt een heel geel ding. Geel. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Ik weet ook weer waarom dat ik niet alles geel spuit. Het is niet omdat ik het een lelijke kleur vind, maar het is geel. Daar zit gewoon niet zoveel pigment in. Dat moet je meerdere keren spuiten. Dan moet je meer lagen, want anders blijft het doorschijnen. Het heeft ook geen zin om in één keer een hele dikke lager op te knallen, want dan kijk je er nog gewoon doorheen. Maar nu, nou is het goed. Mooi geel. Ja, dat is leuk. Een keer een andere kleur ook erbij in de werkplaats. Valt goed op in ieder geval. Ben je nou weer aan het janken? Ik ben kijk. Laten we eerlijk zijn, we hebben eigenlijk helemaal niks om over te janken. Want het ding doet het gewoon. Hè. Het is alleen het relais nu. Ja. En dat lossen we wel op, dat komt wel goed. In het slechtste geval proberen we met een heel dun bijteltje gewoon die boutjes kapot te hakken. Dat ding eruit kan. En dan zetten we de andere op een betere manier vast. Precies. Kan natuurlijk, hè. Pieter, ik heb... Jij hebt de oplossing. Ik heb de oplossing. We gaan het zo oplossen. Let op. Er zijn eigenlijk een paar verschillende oplossingen. Dat is ofwel, we moeten deze componenten wegschroeven om deze los te kunnen maken. Maar dan hebben we kans dat we dit allemaal kapot maken. En dat we dadelijk wel een werkend relais hebben. De rest kapot. Dat de rest kapot is, ja. Is, hè? Ben je het eens, hè? Daar ben ik het 100% mee eens. Nou, deze is toch al kapot. En hij zit ook in de weg voor zijn eigen moertjes. Dus als we nou gewoon deze kapot breken bij die moertjes en dan het leeggesloopte karkas losschroeven, dan kunnen wij gewoon alles op zijn plek laten zitten en dan kunnen we alleen maar het relais eruit halen. En dan kunnen wij dadelijk gewoon een betere oplossing bedenken om ons nieuw relais vast te maken. Gewoon op een wel monteurvriendelijke manier, dat het gewoon erin en eruit kan. Dus dat denk ik dat we gewoon die deze even los moeten gooien, die stekkertjes allemaal. Moeten we even goed even foto's van maken hoe het zat. Dat heb ik al gedaan. Oh, ja. Jij bent verstandig. Ik maak er nu ook nog een video van. Nee, dat hadden we natuurlijk altijd nog terug. Hadden we al heel vaak. Maar dan denk ik gewoon die stekkertjes losgooien en volgens mij, want ik ging hier net zo al met mijn schroevendraaiertje onder. Zo, op dat beugeltje. En als ik dan zo... Kraak. Kijk, ja, dan gaat hij eraan hoor. Dan gaat hij gewoon aan. Ja, dat past niet. Dat komt goed dit. Precies. Nou, oké, terwijl Pieter het relais om zeep helpt, ga ik hier nog eventjes de koppeling aanschroeven. Want dat is nodig om hem morgen op de testbank bij Rennes te zetten. Ja, dan kunnen we deze in de auto leggen en dan kunnen we morgen gaan testen. Dat is een goede zaak. Ik neem ook de sleutels mee natuurlijk. Die we nodig hebben om het ding te demonteren mocht er iets aan zijn. Ik denk dat ik ook gelijk die o-ringetjes meeneem die ik ervoor besteld heb. Dan als we iets uit elkaar moeten schroeven en we hebben die o-ringetjes niet bij, dat zou zonde zijn. Krijg je het kapot? Nou, het gaat moeilijk kapot, want ik ben nogal bang dat ik als ik dit kapot mag maken, dan kan ik ook de rest kapot maken. En oh ja, moet je kunt ook natuurlijk de bovenste isolator kapot maken. Ja. Misschien kan die wel uit elkaar, misschien als je dit losdraait. Ja, dat zal doen. We zullen eens gaan draaien. Ja, dit was best een lastig gebak om aan de testbank te koppelen, omdat hij hier met zo'n spline zit. Daarvoor heb ik toen deze koppeling gemaakt. Kijk, aluminium knelbus gedraaid, inbus, dat hij hem vastknelt. Daar in een centreerpen, die valt dan precies weer daarin. Kijk, dan is het kwestie van hem vastklemmen. Deze boutjes even aandraaien en dan zit hij er weer helemaal keurig op.
Nou, die ligt klaar. Ik heb hier ook de sleutel om de persklep eruit te halen. Nou, deze is nog redelijk fris. Dus voor die dingen los te schroeven. Dat was best wel lastig. Maar ik heb ook deze. Die is voor de slagmoersleutel. En die heeft al iets meer geleden. Kijk hier dan. Ja, die is behoorlijk versleten. Zo zou ik het maar noemen. Dus ik had bedacht, we gaan er gewoon een snipje van afhalen zo. Daar een beetje die camera weer iets groter maken. Dan kan die weer ronde mee. Snipje eraf. Nou, doet je het weer. Oké. Hupsa. Daar hebben we hem, de klootzak. Zo, zeg dat wel. Dat is niet makkelijk. Nee. We hebben hier een moertje hebben los kunnen hakken. Gewoon voorzichtig met schroevendraaier zo tik, tik, tik laten draaien. En die andere hebben we echt gewoon met een houtbeitel. Hier is hij. Zo. Op de steun gezet en gewoon zo met de hamer gewoon die steun weggehakt. Dus, nou ja, uitstekend. Dus we hebben verder andere componenten onaangeroerd gelaten en alleen het geluid eruit gehaald. Nou, dit is gewoon prima. En wij gaan gewoon een steuntje maken straks hier. Ik zie hier al een paar gaatjes zitten bijvoorbeeld. Ik weet niet, ja, die past niet. Die bouwen past niet. Ja, dan maken we gewoon een beugeltje langs boven of zo. Of in ieder geval zo. Nou, wat naar onder hangt, maar waar hier met boutje en moertje vast zit. En dat we gewoon het ding gewoon op een normale manier erin gaan zetten, zodat je hem ook eruit kan halen. Deze gaatjes zijn van deze knaap. Dus die kunnen nog niet. Deze wordt zo moeten komen. Het interesseerde ze echt helemaal niks hoe dat dit in elkaar zat. Ja. Ja, dat is een beetje vaak wel met die elektrische dingetjes. De schematjes en de draadjes knopen, dat gaat meestal wel goed. Maar dan het mechanische deel, dat is. Ja, dat wordt dan op deze manier. Gewoon een bakje, alles, alles ingepropt en dan. Ja, dat is iets moeilijk. Je begint gewoon met een plaatje te buigen en dan schroef je gewoon een onderdeel op. En dan schroef je het volgende ervoor en de volgende daar weer voor. En dan als alles een beetje op zijn plek zit, dan soldeer je alles aan elkaar waar je er ongeveer bij kan. Dekseltje erop klaar.nl, zie niks meer van. Hè? Repareren? Ja, dat kan. Dan moet je gewoon deze vier dingen losschroeven, de stekkers losmaken, dit weggooien, nieuwe erin zetten, stekkers vast en gaan. Yeah. Maar ja, we hebben niet nog zo'n ding, dus deze moet ik gewoon weer gaan doen. Maar dat zal wel lukken denk ik. We hebben nou het relais, dus ja, dat moet ik even uitvinden waar dat ik zo eentje kan bestellen. Dat zal wel goed komen denk ik. En dan kun je hem voor een keer in elkaar zetten. Joho. Goed hé, hey, maar we gaan het afsluiten denk ik, want nu, het is tijd. Nu al. Ja, jij mag nog wel even puzzelen als je wil, maar het is wel, we moeten wel de video gaan afsluiten. Ja. Dus ja, ik denk dat, dat dit best wel een succes is, toch? Op zich, valt niet tegen hè. Nee, de omvormer doet het gewoon. Ja, het is alleen dat relais moeten we even repareren, maar daarna dan kunnen we de dingen in elkaar zetten. En dan zijn we alweer een stapje verder bij het grote puzzelproject van Laat de Koepel Draaien. Ja. Hey Pieter, dan zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor jouw hulp en gezelligheid natuurlijk. Geen probleem. Super. En dan zien we jou volgende week weer. Hè? Maandag ben ik er weer. Verder gaan met de omvormen. Dan ga ik ondertussen kijken of ik een relais kan bestellen daarvoor. Dat we dit in ieder geval in elkaar kunnen zetten. En als deze het nou doet, wat is dan de volgende stap? Ja, kijken of de gyroscopen het doen. Als deze doen, zal het goed zijn ook de gyroscopen moeten gaan werken. Spannend. Ja. Zo. Hopelijk is dat beter dan dit. Nou joh, dan moeten we wel zorgen dat we die motor loskoppelen, want als we die gyroscopen gek gaan doen, dan kan het ding in één keer zo, daar zo, of daar klunk, daar tegenaan of zo.
Oh, dat wordt leuk. Dan kunnen er dingen gaan bewegen. Dat wordt leuk. Zo, dat wordt spannend, ja. Nou. Is dat? Super, joh. Hey Pieter, bedankt. Ja. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Doei.